Je hebt klassiekers meegemaakt, Feyenoord. Nee, je weet hoe het legioen op die dag is. Kijk, het enige wat hij wel bij zich moet hebben is bescherming, beveiliging. Dat lijkt me wel gepast. Ruben Schaken! Hoe hier, jongen? Hoe is het? Bro. Alles lekker? Ja, goed je te zien, jongen. Leuk dat je er bent. Dankjewel, man. Kilo, hè? Leuk dat je er bent. Ik doe mijn best. Ik wist dat je kwam. Kom, we gaan naar binnen. Mag ik naar binnen? Tuurlijk. Kom verder. Ruben Schaken is een oud profvoetballer die via onder andere Sportclub Veendam en VVV Venlo bij Feyenoord terechtkwam. En als kerst op zijn mooie carrière mocht hij op zijn 30e zelfs uitkomen voor een Nederlands elftal. Voor nu ben ik vooral benieuwd naar zijn periode bij Feyenoord en de samenwerking die hij daar had met Ronald Koeman. Want hoe kijkt Schaken naar de kwestie Koeman en Barcelona? Treurig voor hem, want ik weet dat het zijn droomclub is natuurlijk. Hè. Ik heb meerdere gesprekken met hem gevoerd en toen heb ik hem wel eens gevraagd van trainer, wat zou je doen als Barcelona komt? En toen zei hij, ja, dat is een hele domme vraag, want hij zegt, ik ga gewoon. En je ziet het, hij zat in een prachtige functie bij het Nederlands elftal, maar dat is gewoon zijn droomclub. En als je ziet, als wij in Spanje kwamen, we gingen elk jaar op trainingskamp, hoe populair hij is. Echt, dat is ongekend. Dat zijn wij als huidige voetballers, lopen ze ons straal voorbij om alleen maar van meneer Koeman een handtekening te krijgen of een fotomomentje. Dus je kijkt dan wel treurig, want als je binnen bent, denk je, wow, ik dacht dat het moeilijk zou worden, maar het is nog ellendiger dan ik dacht. Vooral financieel en met selectiebeleid, et cetera. Dus ik denk dat hij daar misschien wel van geschrokken is. Heeft Koeman ook slechte punten als trainer? Nee, ik heb hem niet kunnen betrappen op echt slechte punten in mijn Feyenoord-periode. Omdat we hadden gewoon met hem een echt succesvolle tijd. Ook moest hij toen werken met minimale middelen, waar hij toch het maximale uit heeft gehaald. Wij konden niet zoals Ajax transfers doen en dure jongens halen. Dus we moesten het echt doen met eigen jeugd. En als je dan kijkt, gemiddelde leeftijd 24, 25 jaar, jongens komen net uit de A1. En daar heeft hij toch wel echt een mooi elftal van gemaakt. Geen kampioenschap, maar twee keer een tweede plek. Ja, dat is waar hij voor staat. Dan over naar Feyenoord, waar Ruben Schaken tussen 2010 en 2015 113 wedstrijden voor speelde. Een club die diep in zijn hart zit en waar hij regelmatig belangrijk voor was. Maar wat was nou de lastigste periode van Schaken in Rotterdam-Zuid? De laatste periode onder Fred Rutte. Dan ben je topfit, je bent in bloedvorm, alleen je krijgt gewoon geen kans om je te laten zien, omdat hij andere keuzes maakte toen de tijd. En dat was best frustrerend, omdat ik trainde keihard en hij liet me ook nog invallen en je valt in en je scoort. Dus geeft aan dat je in vorm was, maar ook teamgenoten zeiden van ja, we snappen er helemaal niks van, maar goed. Je moet het ermee doen en toen heb ik uiteindelijk toch moeten kiezen om afscheid te nemen via de achterdeur. Je ziet al hoe ik met emotie praat, maar dat zit nog steeds. Het zit nog steeds heel diep, heel diep. Ik heb het wel een plekje gegeven. Ik weet als geen ander hoe voetbal werkt. Alleen ik heb toen wel afscheid moeten nemen via de achterdeur. Wat ik overigens jammer vond na 4,5 jaar toch wel bij de mooiste club voor mij van Nederland. Want als jij in deze tijd gevoetbald had, hè? Als rechtsbuiten die eigenlijk alleen maar snelheid, diepte, dan zou eigenlijk nou de ideale rechtsback zijn geweest. Hè? Dat is ook, je gaat weer naar een gevoelig onderwerp, dat is ook wat meneer Rutte wilde. Oh, wilde mij in eerste instantie wilde hij me als rechtback omturnen, maar goed, ik was 30, ik was 31. Ik had zoiets van, ik had er geen zin meer in om dat nog te leren. En ik zou er wel goed kunnen spelen hoor, alleen dat vond ik gewoon niet fijn. En ik was ook bezig met een transfer naar Feyenoord. Ja, ik wilde me niet als rechtback ergens in de kijker spelen, terwijl je hele carrière op rechtsbuiten heeft gespeeld. Eigenlijk doordat ik nee heb gezegd is Karsdorp dus rechtsback gaan spelen, die van nummer 10 dus 8. Ja, want die zag het in het begin ook helemaal niet zitten, hè? Nee, die vond het ook helemaal niks, maar uiteindelijk werd hij steeds beter en ik heb zo'n ontwikkeling van dichtbij meegemaakt, om toch een goede set van Rutte te noemen. Geluk bij een ongeluk, maar dat is wel een goede set geweest en die heeft ook uiteindelijk Feyenoord heel veel geld opgeleverd. Wat vind jij van die situatie, dat Berghuis afgelopen zomer overstapte van Feyenoord naar Ajax? Ja, is moeilijk. Ik zeg je heel eerlijk, ik zou er niet aan willen staan. Het is echt een moeilijke keus. Kijk, als je bij Feyenoord speelt, dan weet je gewoon, dat is not done. Dat is heel simpel. Dat weet hij ook. Alleen, het is altijd makkelijk om te zeggen, het is not done als die situatie zich niet voordoet of jij die keuze hoeft te maken, snap je? Als je die keuze kan maken, je weet, je kan Champions League spelen, je kan spelen bij de club die het meeste kampioenschappen heeft, qua merk ook goed erop staat, hè? Niks ten nadele van Feyenoord, ja, dan is het voor hem. Hij heeft die keus gemaakt, of ik hem had gemaakt, kan je niet zeggen. Nee, maar dat gaan we gewoon even wel doen. Had je die stap gemaakt? Nee. Waarom niet? Nee.
Nee, ik ben een... Ja, dat is misschien met mij persoon te maken. Ik ben heel loyaal naar een club toe. En als ik bij Ajax had gezeten, had ik andersom die stap naar Feyenoord ook niet gemaakt. Maar bij Feyenoord die stap maken, die had ik niet gedaan. Wat adviseer jij Ajax en Steven Berghuis dadelijk in december als Feyenoord Ajax is in de Kuip? Zou je als Ajax-trainer hem meenemen en opstellen? Als Ajax-trainer zou ik hem meenemen. Hij wordt betaald. Hij is belangrijk. Hij kan daar in die wedstrijd een meerwaarde zijn. Dus ik zou hem niet vrij afgeven, want dan moeten we iets... Maar kan het niet averechts gaan? Nee, kijk... Je hebt klassiekers meegemaakt, Feyenoord. Nee, je absoluut. Weet hoe het legioen absoluut. Op de dag is. Kijk, het enige wat hij wel bij zich moet hebben is bescherming, beveiliging. Dat lijkt me wel gepast voor hem voor en na de wedstrijd. Maar als ik heel eerlijk ben, als Ajax-bus naar ons toe kwam, of het nou Berghuis is, ze worden allemaal uitgekotst van Ajax. En maar Berghuis dan iets meer, tuurlijk. Maar om dan te zeggen van, dan laat je eigenlijk de tegenpartij winnen als je hem niet zou opstellen.